Yes guys, Paul hier en welkom weer bij een gloednieuwe video. En dit is weer, maak elk product wat je test een winnend product. Shopify producttestingstrategie voor 2024. Hoe ik momenteel mijn producten test in 2024. Hoe mijn studenten hun producten testen momenteel in 2024. En hoe jij dit voor jezelf kan gaan toepassen. Oké. Hoe tover je dus meeste producten om tot uiteindelijke winnaars? Je moet uiteindelijk gaan begrijpen waarom klanten überhaupt gaan kopen op bijvoorbeeld pijnpunten of plezierpunten. En leer dus hoe je kan inspelen op deze bepaalde pijnpunten. Nou, hoe kan je er nog meer voor zorgen dat je snelle winnaars hebt? Als je hoge kwaliteit content released, dus goede adcopy, goede video, goede thumbnail, dan ga je sowieso veel bezoekers krijgen. En dan is het gewoon taak aan jou om een goede marketingengel bij je product te vinden, het goede product uit te kiezen. En dan kan je sales gaan maken. En je wilt dus het verkopen van nuttige producten. Je wilt geen bullshit producten verkopen. Geen plastic, geen kleine troep, onzin. En mensen teleurgesteld achterlaten. Je wil high perceived value producten verkopen. Vrouwengerelateerde producten. Verschillende soorten markten waarin mensen daadwerkelijk iets aan jouw product hebben. Nou, dan gaan we door mijn bewezen product research systeem heen. De Ecom Elite Product Index, Google Trends, Amazon Bol, AliExpress DS'ers, YouTube, Instagram, Facebook en Facebook Ads Library. Allemaal tools die je voor minder dan een euro kan krijgen. Voor exact 0 euro kan je dit gebruiken voor je Shopify Dropship Store. Oké, ik heb er denk ik eentje overgeslagen hoor. Eentje terug, oké. Product Index, daar hebben we dus 9 criteria en ik ga ze alle 9 met je bespreken. De eerste is het verbeteren van zelfvertrouwen. Als een product zelfvertrouwen van jou verbetert, dan kan dit dus een goede criteria zijn. Tweede is het verbeteren gemak. Derde is het probleem oplossen slash vult een behoefte. Bespaart tijd, bespaart geld, extreem uniek slash wow effect. Verbetert kwaliteit van leven en vrouwen dan nood. En hoog geschatte waarde. Van deze 9 criteria moet elk product minimaal aan 3 van deze 9 criteria voldoen voordat je naar de volgende stap kan gaan. Tenzij hij bijvoorbeeld extreem uniek heeft en een andere, dat is de enige uitzondering. Daarnaast moet hij gewoon aan minimaal 3 van de 9. Nou, hoe meer die van deze 9 heeft, hoe beter natuurlijk. En dan kan je doorgaan naar de volgende stap. Dan kijk je naar je niche. Je hebt je product gevonden, dus kijk in welke niche jouw product zich bevindt. En daar heb je 3-punt verificatie voor Google Trends. Zet hem op het land waarin je adverteert. Zet hem op de afgelopen 90 dagen en naar Google zoeken. Zo zie je eigenlijk of er überhaupt mensen zoeken naar de niche waarin jouw product zich bevindt. En of het interessante niche is om te verkopen. Nou, die is momenteel boven de 35 en hij moet boven de 50 zijn, minstens 50% van de tijd. Zoals je hier ziet is die altijd boven de 35 en is die bijna altijd boven de 50 op 2 of 3 keer na als ik snel kijk. En dat die stijgend is van begin tot eind. Dat zie je hier net en voldoet hij dus aan al deze 3 punten, kan je weer doorgaan naar de volgende stap. Nou, dan check je nog even op Bol of Amazon of je product daarop staat. En dat gebruik ik ook als tool voor foto's om te gebruiken, omdat daar vaak hogere kwaliteit foto's staan ten opzichte van AliExpress of een andere dropship store. Nou, hoe kan je dus via AliExpress je product gaan zoeken? Ja, zoek hem dus op enkelvoudige termen en wees hierbij voorzichtig met de spelling en de grammatica die je toepast voor je store. Connect met Hyperskewer as the agent vanaf 0 orders per dag en draai je momenteel 5 tot 20 orders per dag. Kan ik je met Service Points connect? Nou, draai je sowieso minimaal nog 0 orders per dag, raad ik je aan om mijn gratis Facebook groep te joinen. En raad ik je aan om 1-op-1 coaching eventueel bij mij te volgen. Stuur me even een berichtje waarom jij denkt dat je daar een goede fit voor zijn. En mocht je geen kapitaal hebben om in jezelf te kunnen investeren, kan je gratis waarde uit deze YouTube video's halen en uit de Facebook groep. Pas ook op voor verzadiging bij je product. Zorg ervoor dat een product niet meer dan 25.000 bestellingen heeft al op een single order, zoals je hier bij deze 2 wel ziet. Dat is meestal een indicatie dat een product verzadigd is. Nou, hoe prijs je daarna je producten? Dat doe je door 2 tot 3 keer de AliExpress prijs te doen, inclusief verzending. En haal tenminste uiteindelijk 20 euro plus winst over. Om logisch Facebook of TikTok ads te kunnen draaien voor je Shopify Dropship Store. Daarna hebben we de laatste stap en dat is de YouTube stap. En daarin kan je dus 5 video's vinden met meer dan 5.000 views in het afgelopen jaar. Ik raad je aan dit te doen. En dit gaat ervoor zorgen dat je dus sneller winnende producten vindt. Stel je voor je product voldoet aan alle criteria aan de Google Trends, aan Amazon, Bol, AliExpress, alles wat ik tot nu toe heb besproken, maar niet aan dit, is de enige stap die je eventueel zou kunnen overslaan. Nou, wat je dus wil gaan doen is 20 producten gaan vinden en dat kan met de Ecom Elite productarsenaal. Dan kan je het productnaam invullen, de niche, de omzet die het op Bol doet, de age demographics, de Bol URL, de Amazon URL, de AliExpress link, de AliExpress orders, de Bol prijs, de Amazon prijs, de AliExpress prijs, inclusief shipping, de YouTube en de EE index. Doe dit voor 20 producten en ik hoop dat je hier superveel aan hebt gehad. En dan zie ik je weer terug in een volgende video. Ciao, ciao.